Maar redelijk dicht bij elkaar deze vier paarden. Kan misschien nog een leuke eindstrijd worden. Daar anticiperen we op. We gaan de laatste bocht in. En bij het passeren van de 500 meter paal is het nog altijd Lucina die leidt. Lucina heeft nu anderhalve lengte voorsprong genomen op Lion's Wish. Zo gaan we de richting de laatste rechte lijn. Dan Lincoln Transair. En Lucas is nog altijd de hekkensluiter als we de laatste rechte lijn zijn ingekomen. 200 meter koers nog. Lucina is de leiding, maar Lion's Wish opent aanval. Lion's Wish die opent frontaal de aanval op Lucina. Als de paarden de laatste 150 meter zijn ingegaan. En is het Lion's Wish die leidt. Lucina op de tweede plaats. De strijd is om de derde plaats. Maar Bas Kremers wint het hier met Lion's Wish. Op de tweede plaats Lucina. De derde plaats door Lincoln Transair. En vierde is Lucas. Dames en heren, de uitslag van de tweede koers, de Youngstars Cup, is officieel. De koers werd gewonnen door nummer 2, Lion's Wish. Kilometertijd 1:19:09. Tweede geplaatste nummer 1, Lucina. Derde de 3, Lincoln Transair. Vierde de 5, Lucas. En vijfde de 4, Louis Monami. 2:13:54 officieel. En daarmee dus een record voor deze Lion's Wish. Een tweejarige zoon van Marcel Maas uit Fiona Stardust. Gefokt door Henny Kloosterman, eigendom van Stal PD, getraind door Bas Krebels en die reed hem ook zelf. Overigens, Fiona Stardust was een van de eerste paarden waarmee Stal PD grote successen vierde. En ze hebben dus hier de Young Stars Cup. Een stukje, een fokker, Henny Kloosterman had een stukje meegedraafd met deze Lion's Wish. En Lion's Wish kan heel veel, dus de bloemen kunnen ook gewoon worden overhandigd aan Bas Krebas. Bas, we kunnen al een stukje doorlopen, dat maakt niet uit. Dat is denk ik makkelijker. Want het paard is, denk ik... Oh. Maar het was denk ik een prima koers, want je kreeg gewoon de rug van Lucina en toen was het speed. Super, mooi. Jeffrey reed mooi door. Ik denk, ga mooi van de rug af, daar leert hij het meeste van. En ik trok uit en ik vroeg hem en hij ging gelijk. Dat zijn de beste paarden? Ja. Ja, zeker. Maar het is ook een van de beste twee jaar die de laatste jaren heb gehad. Kijk mensen, dat zijn grote woorden, want dat betekent wat voor de komende klassiekers. Ja, daar reken ik op dat hij goed voorin meedoet. Dames en heren, groot applaus voor de winnaars van de Young Stars Cup hier in Groningen. De allereerste koers en allereerste winst voor Lion's Wish met Bas Krebas. Vijf tweejarigen nemen plaats achter de vleugel. 100 meter nog. Vijftig meter. 30. En de start is gevallen. Nu begint een galoppade voor Louis Monami. Die plant de hoeven volledig in het zand en wil er niet zoveel van weten. Loopt nu weer, maar heeft de rest duidelijk voor moeten laten gaan. Lucina heeft de leiding genomen. Heeft een lengtevoorsprong genomen op Lion's Wish. Derde positie dan voor Lincoln Transair. En twee lengte daarachter is het Lucas in vierde stelling. En dan gaat op jacht naar aansluiting. En dat is een hele zware opgave. Louis Monami. Paarden ronden de eerste bocht en gaan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En daar leidt nog altijd Lucina. Lucina heeft anderhalf twee lengte voorsprong genomen. Met op de tweede plaats daarachter dan Lion's Wish. Zijn de paarden dan in de rechte lijn voor de tribune. Ze zijn allemaal redelijk dicht bij elkaar met uitzondering dan van Louis Monami. Paarden melden zich zo dadelijk voor de tribune. En dan is er nog één volledige ronde af te leggen hier op het Stadspark voor deze tweejarige paarden. En zien we nog altijd Lucina aan de leiding met op de tweede plaats dan Lion's Wish. Derde positie Lincoln Transair en Lucas die volgt op anderhalve lengte als vierde paard. En zo gaan de paarden dan de Stadsparkbocht in met nog altijd aan de leiding Jeffrey Miras met Lucina. Lucina heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Bas Krebas, Lion's Wish. Derde positie voor Dennis Minema met Lincoln Transair en Tom Kooijman. Die gaat met Lucas de aansluiting bewerkstelligen. En dat is toch lang niet het geval voor Louis Monami. En de paarden zijn aan de overzijde van de baan. En aan de overzijde van de baan is het nog altijd Lucina die het tempo bepaalt met een lengtevoorsprong. Lion's Wish op de tweede plaats. Bas kijkt dus achterom met zijn stalgenoten blijven. Hij hoeft niet ver te kijken, want ze komen dan.
Zo gaan we dan de laatste bocht naderen. Langs het gebouw van de Gasunie met nog altijd Lucina aan de leiding. Lions Wish tweede. Dan op de derde plaats Lincoln Transair. En Lucas ligt nog altijd vierde. Maar redelijk dicht bij elkaar deze vier paarden. Kan misschien nog een leuke eindstrijd worden. Daar anticiperen we op. We gaan de laatste bocht in. En bij het passeren van de 500 meter paal is het nog altijd Lucina die leidt. Lucina heeft nu anderhalve lengte voorsprong genomen op Lions Wish. Zo gaan we de richting de laatste rechte lijn. Dan Lincoln Transair. En Lucas is nog altijd de hekkensluiter als we de laatste rechte lijn zijn ingekomen. 200 meter koers nog. Lucina is de leiding, maar Lions Wish opent aanval. Lions Wish die opent frontaal de aanval op Lucina. Als de paarden de laatste 150 meter zijn ingegaan. En is het Lions Wish die leidt Lucina op de tweede plaats. De strijd is om de derde plaats. Maar Bas Krebas wint het hier met Lions Wish op de tweede plaats. Lucina, de derde plaats door Lincoln Transair. En vierde is Lucas.